Ruim 260.000 familiebedrijven hebben meer dan alleen een warme familieband. Ze delen samen een bedrijf. Goedemorgen, René. Goedemorgen. Deze serie gaat over deze hardwerkende families die samen goed zijn voor de helft van alle banen in ons land. Ik ben opgegroeid binnen een familiebedrijf. Het familiebedrijf loopt als het ware door mijn bloed. In de serie Allemaal Familie laten wij zien onbekende en bekende families. Eén dag in hun zeer drukke bestaan. Aan het hoofd vader Henk, daarnaast zijn vrouw Aria. Zijn moeder Dini, die het stralende middelpunt is van de familie. Henk's zoon Michel en zijn vriendin Kim. En de vijfde generatie, Liam van 4 en Ravi van 2. Kokengen, een klein kerkdorp, verscholen tussen polders en water. Gelegen onder de rook van Vinkeveen. Aan de Nieuwstraat zit al jaren de slagerij van de familie Langelaar. Goedemorgen, Martin. En 's morgens vroeg is het er al druk. José, wil je koffie? Ja, ik ben trouwens hier een bakje koffie. Wat wil je in de koffie, José? Ja, heel veel melk wil ik erin. Heel veel melk? Zou nog een duurdere klant, hè? Kijk, ik ja, dat is niet normaal. Die zaak gaat failliet. José, wil je ook suiker? Nee, denk, twee worsten. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik maak een reclame voor je dus. Ik verwacht dat je er een keer een gratis geeft. Hij is al zo goedkoop. Jan, prettig weekend, hè? Doei. Vanaf 5 uur 's morgens is de eerste klant er al. Die komt zijn vleeswaren halen, naar zijn werk te gaan en ook gelijk koffie drinken. En dan loopt het eigenlijk gewoon door. En dan gaan we eigenlijk de hele ochtend zo door met koffie, thee, chocomel. Dat hoort bij onze slagerij, ja. Dat is zo gegroeid in de jaren. Dat vind ik ook gewoon gezellig. De familie Langelaar bezit ruim 100 jaar aan slagerskennis. Een van hun meest markante producten is de gerookte metworst, volgens een recept dat al generaties lang meegaat. Het is een rauwe metworst, die is gemaakt van varkensvlees. En dat is gestopt in een ronde runderdarm. En daar is mijn opa is daar mee begonnen, laten we zeggen rond 1920. Zijn vader heb ik ook heel goed gekend. En hij kan net zoveel praten als zijn vader. Ik denk dat Henk nog iets ondeugender is nog. Als zijn vader. Maar voor de rest, nou, het is, ja, sprekend. Hey Wim, jij wil alleen... Ik wil melk. Alleen melk, hè? Dus ik moet wel voorzichtig wezen wat ik zeg. Nou. Ja, dat moet je zeker. Vind je het lekker, Guus? Ja, hè? Heerlijk, hè? Nou, dit is de koppel van toen mijn vader nog in de slachterij werkte. Hier bewaarde hij zijn messen in, die hing gewoon zijn riem om zijn broek heen. En mijn vader heeft het toen gekregen weer van zijn vader, toen hij de slachterij in ging. Zeg maar toen hij 16 was. Het doet me wel wat. Mijn vader was wel een klein beetje mijn grote voorbeeld, absoluut. Nou, dit is dus mijn vader. De tweede generatie die de worst gemaakt heeft. Ze zijn daar met een huisslachting bezig. Ze zijn daar een varken aan het slachten. Ja, maar zeker toen we deze ophingen, zijn er mensen geweest die dachten, ja, wat is dat voor een rare foto? Maar voor ons heeft deze foto natuurlijk wel iets andere waarde en betekenis. Dus deze gaat in ieder geval nooit weg. Mijn opa was hier elke dag. Die kwam op zijn brommer hier aan. En die kwam elke seconde van de dag kwam hier even kijken. En het was elke keer maar heel even en dan ging hij weer weg. En dan was hij er een kwartier later weer even. Maar die had het gelijk gezien, zei hij. Ik had mijn eerste mes vast en zei hij, ja, ik zie het al, worden ze slagen. Ja.
lang gaat het nog door zoals het nu is? Als het aan mij ligt, nog heel lang. Mijn ouders die doen natuurlijk wel, die hebben natuurlijk wel opgebouwd zoals het nu is. Met koffie en het praatje en de gezelligheid. Ik ben natuurlijk wel iemand anders. Ik heb niet die band met de mensen. Het zijn natuurlijk niet mijn leeftijdsgenoten. Ik ken niet al die families zoals mijn ouders ze kennen. En ik ben natuurlijk meer van een andere generatie. Hè. Dus Facebook, website, een beetje die kant. Dus jij bent een slager anno 2016 eigenlijk? Misschien. Nou, de worsten zijn klaar. Ze zijn gevuld. We gaan nu richting mijn oma. Daar gaan we de worsten roken met het speciale ingrediënt turf. Een kleine 5 kilometer verderop, in het nabijgelegen Portengen, woont oma Dini. In haar schuur staat de oude oven die al generaties lang wordt gebruikt voor het roken van de worst. Hi moeders. Hi. We zijn weer. We gaan weer even. Wil je roken? Ja, wil je worst roken? Hartstikke goed. Hoi, hey, Jochie. Ga mee, moeders. Hoi. Hoe mooi is het dat uw zoon en uw kleinzoon hier aan het werk zijn in uw schuur? Geweldig, joh. Geweldig. Dat vind je toch leuk als je kinderen dat doen? Ja, dat is toch leuk? Want uw man deed het ook al op deze mijn plek? Mijn man deed het ook, ja. En die ging het wegbrengen op zijn bromfiets naar Winkelveen, naar klanten. Mist u uw man nog eens? Tuurlijk. Je mist hem altijd. Ja, het is toch zo. Je bent alleen, hè. Je moet het alleen als hij er ook in. Dat is des te fijn dat u zo in uw kleinzoon vaak hier zijn. Ja, maar ik heb geen klagen, want ik heb altijd best wel veel visite. En mijn kinderen komen altijd, dus dat is toch heerlijk. Wat is nou het mooie aan deze worst? Mooi, lekker vind ik ze. Dat? Ja. Is oké, hem even van mij aanpakken? Ja. De worsten worden gerookt op turf. En de turf ligt opgeslagen in een oude plantenkas achter in de tuin. Weet u welke het meest droog zijn? Ja, ik heb ze van de week eigenlijk nog gekeerd. Oké. Okay. Ja, je hebt ze allemaal gekeerd van de week? Ja, ze zijn allemaal gekeerd. De turf is ooit door opa Langelaar verzameld en wordt, als de kans zich voordoet, aangevuld door de familie. En wat zijn nou de stukken nog van uw man, mevrouw? Ja, ik denk deze. Dit, denk ik. Dat zijn er wel echte last. Ja, want dit zijn er nieuwe. Dit zijn allemaal nieuwe, ja. Te duur gaat dat natuurlijk toch een keer op, hè? Dan kom je er een beetje doorheen. Ja. Elke Kenger weet dat jullie op zoek zijn naar turf, ja, hè? Ja, en iedereen denkt ook wel een klein beetje mee. Maar ja, iedereen is natuurlijk niet in de gelegenheid dat ze in de familie die turf hebben. Maar jullie hebben ze ook nog in een schuurtje het Vinken onder Vinkenveen gedaan gehad, hè? Ja, ja. In een schuurtje, dat werd gesloopt, zei ook iemand het Vinkenveen. Wordt een schuurtje gesloopt en daar zit turf in. Toen zijn Henk en Mitchell ze wezen halen. Vandaar dat ze hier ook zo nat zijn en daar ze hier liggen. Ja. Ja, ik denk. Ja, het is. Ja. Kan je aan? Ja, dan gaan we maar steken, denk ik. Ik heb er hier 4, maar u hebt er ook 2. Ja, ja. Dan nemen we die mee. Dit is zaagsel van eikenbeukenhout. En dan kijken we natuurlijk altijd een beetje hoe groot de turfbokjes zijn. Dat verschilt een beetje. En in dit geval zou ik er 4 in leggen. Ja, van naar boven toe, hè? Ik zie het bij. Dit is mijn schoonvader. En dit is mijn man. En dit is Henk. En dit is Michel. 4 generaties. En mevrouw, wat voor man was uw schoonvader? Nou, dat was niet makkelijk. Dat kun je enkel zeggen. Ja, mijn opa was een man van weinig woorden. Klaar dat als hij ook in de weg liep en had een waarschuwing gegeven. Nou, de volgende keer kreeg ik op. Goed.
Heel veel mensen vinden de worst heel lekker, maar er is iemand die het niet zo lekker vindt. Ja, dan moet ik heel eerlijk antwoord geven. Ik vind andere worsten, geelworst, vind ik iets lekkerder. Je moet ervan houden. Het is echt een turfsmaak die je ruikt en proeft. Ja, dat is niet mijn favoriete smaak. Ja, mijn vrouw vindt die worst dus niet lekker. En die eet die worst ook niet. En ja, die vond dat dus ook gewoon moeilijk. Want die heb hier natuurlijk bij mijn vader ook die worst gekregen. Nou ja, en die moest dus zeggen dat ze dat niet lekker vond. En natuurlijk mag dat. En dat mijn vader heeft ze nooit daar. Maar natuurlijk is dat in het begin even is dat moeilijk om te zeggen. Nou ja, ik vind die worst eigenlijk niet zo lekker. En toch werkt ze in de slagerij? Toch werkt mijn vrouw in de slagerij. Maar dat ook gewoon omdat. Ja. Mijn vrouw heb ook de doorslag gegeven toen we de slagerij overgenomen hebben. Want ik werkte al in die winkel. En mijn vrouw werkte op de bank, dus die had helemaal niks bij de slagerij. Maar die heeft toch gezegd, joh, dat gaan we samen doen. En die heeft tot de dag van vandaag gewoon woord gehouden. Want mijn vrouw doet achter de schermen heel veel. En ook heel veel in de winkel. Lekker. Goed uit? Nou, lekker. Ja, goed gerookt. Alsjeblieft. Wat wij doen altijd is, voordat de worsten echt naar de winkel toe gaan, kom ik even met één worst bij oma naar binnen, snij hem aan op een plankje en dan wordt hij even geproefd. Hij ziet er heerlijk uit, joh. Perfect, man. Heerlijk, hè? Lekker, heerlijk. Heerlijk, man. Echt lekker. Ja. Nou, dan kunnen ze verkocht worden. Ik ben eigenlijk meer in het buitenland.